Wilma is aan één kant helemaal doof, maar de microelektronica heeft er iets op gevonden. Ze is nu proefpersoon voor een experiment van Siemens, waarbij er een microfoontje aan die dove kant is gemaakt, een bedrading door de bril en een luidsprekertje in het oor waarmee ze wel nog kan horen. Een nieuwe wereld gaat voor haar open, ook voor u. Welkom bij deze tweede aflevering van Wondere Wereld. Dit is een piepklein beeldbuisje en op dat kleine beeldbuisje zie ik een charmante Japanse van de Japanse telefoonmaatschappij NTT. Ik kan hier een beeldtelefoongesprek voeren en het is een heel knappe ontwikkeling, te meer daar het een heel aardig kleurenbeeld is wat erin zit. Ik zal zelf nu even hier voor de camera gaan staan en dat betekent dat ik nu aan de andere kant te zien zal zijn, het camerabeeld. Van mijzelf, dat kan ik op deze manier hier gaan beoordelen. Wel, die beeldtelefoon die gaat in de toekomst steeds belangrijker worden. En we zullen daar in enkele jaren tijd de invoering van zien. Het is opmerkelijk dat vooral veel Japanse bedrijven al de werkende prototypes op beurzen, zoals op de Telecom in Geneve, tonen. Op dit beeldscherm kun je zien hoe je in de toekomst, of eigenlijk nu al, een kantoor kunt ontwerpen. En ik heb, terwijl iedereen bij de Tros op het ogenblik met papiertjes bezig is, ben ik naar Aspa in Utrecht gestapt en ik heb gezegd, die nieuwe studio van ons in het World Trade Center in Amsterdam maakt daar eens een heel leuk ontwerp voor Wondere Wereld. Nou hebben ze in mijn idee volledig volgezet met meubels. Ik kom hier te zitten, de manager van het programma. Kunnen we dat even uitvergroten? Dan gaan we die werkplek wat dichterbij bekijken. En dan zal ik eens gaan kijken of ik daar niet wat meer ruimte in kan creëren. Nu wordt dit hier overheen gezet en daarmee kan men dan gaan inzoomen op die werkplek van de manager. En vervolgens kun je daarin allerlei veranderingen gaan aanbrengen. Nu wordt die hier opgebouwd en ik krijg heel gedetailleerd die werkplek te zien. Kunt u die kast nou eens gaan verplaatsen? Want dat geeft me toch wel de noodzakelijke ruimte. Die kast, die zet u maar hier aan die buitenwand neer. Dan heb ik daar wat meer ruimte achter mijn bureau. En dan kan ik wat robotjes neerzetten. Want dat is natuurlijk nooit weg. Ook niet als je in dat mooie WTC gaat zitten. De kast is nu opgepakt en hij wordt daar nu neergezet. En het aardige is, als je nu de hele indeling op deze manier hebt gemaakt, kun je, en dit zijn daar beelden van, vanuit alle mogelijke verschillende hoeken de computer laten tekenen hoe je dan tegen dat kantoor aankijkt, welk uitzicht je hebt. En dan kun je alsnog veranderen voor je werkelijk besluit zo het kantoor te gaan maken. Een elektronische babyweegschaal ontwikkeld door Giulio en Valerio Vinaccia uit Italië. Deze elektronische weegschaal kreeg ook een onderscheiding op die internationale ontwerpwedstrijd. En Ilona, die mogen we even gaan wegen op een prototype. De weegschaal die is oprolbaar en om te voorkomen dat er een probleem is, zit er ook nog een veiligheidsriem op. De oprolbare weegschaal geeft overigens aan, en kom er Ilona, dan pak ik je weer even, dat Ilona 4982 gram weegt. En dat wordt onthouden door die weegschaal, want het is ook nog een schaal met geheugen. Dit is een opengesneden autoband en u ziet dat hier in die radiale richting zit er garen in. Dat garen heb ik hier op een klosje en in feite bestaat dit garen weer uit een drietal draadjes. Eén zo'n draadje, wat opengewrongen hier op deze manier, bestaat weer uit 1000 individuele componenten. En het aardige is dat deze worden gesponnen uit hout. Bij Axo Research in Arnhem kunnen we zien hoe er een apparaat is ontwikkeld om bij de fabricage te kijken of die draad niet stuk is. Dat apparaat dat werkt met een laser. Hier weer één zo'n garen draad en daar zit hier dat laserlicht op. Hier op dat puntje, ik beweeg het een beetje, ziet u dat laserlicht. Wel, die laser kijkt dus of die draad er nog is of niet. De werkelijke meetapparatuur hebben we hier staan. Hier zit zo'nzelfde laser als daar. Die schijnt op een heel snel draaiende kop
die ik hier in een tweede exemplaar erboven hou. Die draait hier beneden en dat gaat dan vervolgens naar beneden. En dit is eigenlijk een nagebouwde productiefaciliteit. Die kleine staafjes zijn, zoals u hier ziet, in werkelijkheid dan de draden. Hier komen 72 van die draden naast elkaar uit de machine. En zoals gezegd, elk van die draden bestaat uit duizenden, soms zelfs 1300 van die individuele componentjes die uit die heel fijne kopjes zijn gekomen bij de productie van de draad. Dankzij de laserlicht weet men op ieder moment of alle 72 draden eruit komen. Weet u wat dit is? Dit is een balletje voor zenuwleiers. Als je alleen maar wat te knijpen wilt hebben, dan blijf je gewoon de hele dag knijpen in het balletje. Hallo Grit. Ik kan je uitstekend verstaan. Waar ben je op dit ogenblik? Aha, op de Palexpo, op de tentoonstelling. Telecom 87. Aan de telefoon Rob Westerhof van Philips. Die is op de fiets van Nederland naar deze beurs in Genève gefietst. Maar omdat hij het erg druk heeft, heeft hij natuurlijk wel telefoon op de fiets. Dat is nou net wat er met die moderne telecommunicatie kan. Je kunt de telefoon overal mee naartoe nemen. En het is bovendien zeer hoogwaardige kwaliteit. De telefoon die ik aan de andere uiteinde demonstreer is van een Deens bedrijf van Dancol. En het is inderdaad een perfecte kwaliteit die we mobiel, waar ook ter wereld, met iedereen waar ook ter wereld kunnen krijgen. Ik zal u tenslotte hem nog even laten horen. De mannen die hier om me heen staan, die hebben dus een tocht afgelegd van 1000 kilometer in 6 dagen. En zien er allemaal nog bijzonder frits uit. En hebben de gelegenheid gehad dus onderweg te bellen regelmatig. Eén probleem wat nog niet opgelost is. De auto van de toekomst wordt natuurlijk mede met behulp van een computer ontwikkeld. De bedoeling is om een auto te maken die helemaal van kunststof is en daardoor een goedkopere en toch betere auto. Bijvoorbeeld een auto die niet kan roesten. De vervanging van onderdelen van metaal en hout in kunststof geschiet in 4 fasen. De eerste fase was de binnenkant van de auto met het dashboard en bijvoorbeeld de bekleding. De tweede fase vindt nu plaats, dat is onder de motorkap. In de derde fase, en dat is de nabije toekomst, werken een aantal Europese bedrijven samen om die auto te ontwikkelen. Bijvoorbeeld bij DSM in Geleen maken ze dit soort stukken voor die auto van morgen. De carrosserie moet nu ook uit kunststof worden vervaardigd. Op initiatief van Citroën is dit een Europees project geworden, een zogenaamd Eureka-project, wat de naam Carmat draagt. En daarin hebben de 4 grote kunststofleveranciers in Europa elkaar gevonden. Dat zijn BASF, dat is Bayer, ICI en DSM. Bij die verdeling heeft DSM de voor- en achterkant gekregen. En vandaar dat ze hier de bumper van de auto van morgen kunnen testen. Een speelgoedfabriek, vergeet het maar. Dit zijn de bouwstenen voor het toetsenbord van een supermoderne computer. De blokjes zijn nu nog leeg, maar ze worden voorzien van een letter. En dat gebeurt met behulp van een laser. De witte lijnen hier zijn de banen die die laser gaat volgen om de letters te schrijven. En de rode zijn de sprongen die die laser moet maken. We zijn in de allernieuwste computerfabriek van Siemens in Augsburg. En daarin zijn een aantal nieuwe technieken opgenomen. Bijvoorbeeld dat beschrijven van het toetsenbord met de laser. Dat gebeurt hier. De laser is hier bezig met keurig die lettertjes op het toetsenbord te schrijven. Maar het aardige is dat je op het allerlaatste moment kunt beslissen in welke taal dat moet. En het voorbeeld dat ik net liet zien is een voorbeeld van een toetsenbord in het Arabisch. U ziet dat hier. Uiteindelijk moet natuurlijk die computer, als die is voltooid, getest worden. En dat levert ook nog een fantastisch plaatje op. In wasmiddelen zitten enzymen, zoals u weet van de sterreclame, die bloedvlekken en andere vlekken moeten verwijderen. Wat u hier voor mij ziet is een groot model van zo'n molecuul, van zo'n enzyme. En pas als je dat model hebt gevonden, kun je kijken of je dat wellicht kunt gaan verbeteren. Dat is precies wat er gebeurt in het biotechnologisch centrum van de Rijksuniversiteit in Groningen. U ziet hier zo'n structuurmodel op het scherm en dit is verbonden met een krachtige computer. Tegenwoordig duurt het nog ongeveer 6 weken om zo'n model te bepalen, om die structuur te vinden. Vroeger, met dat model wat ik u net liet zien, en ik praat over slechts 7 jaar geleden, had je daar nog 1 jaar voor nodig.
Het bijzondere is echter dat ze nu gaan knippen en plakken in dat model. En zo gaan ze dat enzyme veranderen tot ze er een hebben gebouwd wat de was bij een lage temperatuur vlekkeloos schoonmaakt. Biotechnologie in de praktijk. Een Nederlands bedrijf brengt een heel aardige gadget als relatiegeschenk, een blanco puzzel waarop je dan bijvoorbeeld zelf een tekening kunt maken, zoals Gerrit Hogeboom van mij maakte op de beurs SAIL 87. Een kleine verrassing onder water. We zijn in het Dolfinarium in Harderwijk en we laten u hier zien iets wat de gebroeders Heutink, Herman en Fred, samen hebben ontwikkeld. Een behuizing voor een 8 mm videocamera. Maar niet alleen dat die behuizing bijzonder is, ze hebben er ook nog een monitor ingebouwd. En ik denk dat het monitorbeeld nu net zichtbaar is. De monitor kan ook los worden gekoppeld en op afstand hiervan worden gebruikt. Bovendien hebben ze een hele hoop elektronica ingebouwd met de hulp van Tom van der Hof. De camera heeft nu een autofocus en daar komt Tom van der Hof trouwens voorbij. Hij heeft zelf een onderwaterscooter gebouwd en daarmee is hij een soort natte James Bond geworden die hier door het water van het Dolfinarium klieft. Hij heeft nu een schelp vast en van die schelp wordt een close-up gemaakt. Ze kunnen tot 2 centimeter dichtbij komen en daarmee macro-opname realiseren. En natuurlijk kunnen ze met de camera ook naar de orka's van het Dolfinarium kijken. Lengte 15,3 centimeter, breedte 11,9 en hoogte 12,5. Een pakje is bekeken terwijl het over de lopende band binnenkomt. Hier wordt ervaring opgedaan met een robotsysteem ontwikkeld door het robotlab van het Dr. Neher Laboratorium, waarbij de software voor een deel is gemaakt door het Centrum voor Kunstmatige Intelligentie wat in dit laboratorium bestaat. De bedoeling is vooral om ervaring op te doen met robotsystemen, zeer futuristische robotsystemen. En dit is een mooi voorbeeld ervan. Hier wordt door de computer uitgerekend hoe je een container zou kunnen vullen op een efficiënte manier. En vervolgens kan datzelfde computersysteem alle bewegingen van die robot al simuleren. Ze staan hier op het scherm om tenslotte precies op deze manier de container werkelijk te gaan vullen. Van deze korreltjes kunststof kun je compact discs maken. En dat kan allemaal heel snel. 2 minuten nadat die korreltjes in de machine komen, rollen die compact discs compleet verpakt en al hier van de lopende band. We zijn in Eindhoven. Meneer Kok die heeft zelf deze machine gebouwd en in het kort gaat het als volgt. De korreltjes worden tegen een master gespoten. Op dat moment is het plaatje nog helemaal doorzichtig. Dat transparante plaatje wordt reflecterend gemaakt. Hier komt er een aluminiumlaag op. Het plaatje met aluminium wordt verder getransporteerd en er komt een laklaag op. Het plaatje is nu eigenlijk voltooid, maar er moet nog een bedrukking opkomen. Met een soort stempel komt hier de opdrukker op. Vervolgens wordt het op kwaliteit getest en het voltooide plaatje is 2 minuten nadat het korreltje was compleet gereed voor verzending naar de consument. Deze CD-video, een goudkleurige compactdisc met beeld en geluid, is dit jaar mijn nieuwjaarskaart. Ik wil er graag 10 beschikbaar stellen voor kijkers naar Wondere Wereld die de meest originele nieuwjaarskaart aan ons kunnen opsturen. De hoofdprijs krijgt er bovendien een afspeelapparaat voor die CD-video bij. We sturen geen enkele kaart terug, ook niet de mooiste zelfgemaakte kaart. En kaarten die voor 1 januari op dit adres binnen zijn, Tros Wondere Wereld, postbus 9, postcode 3990 DA in Houten, dingen mee. Weer dank voor uw aandacht en tot over een week.